Ja, ik ben gewoon de Jean-Pierre. Ik werk hier al 40 jaar in de winkel. En we hebben een winkeltje en we verkopen wat broodjes en Coca-Cola aan studenten. En ik vind dat wel gezellig om dat te doen. Mijn ouders zijn ermee begonnen eigenlijk. En dan een beetje later heb ik dat overgenomen. Zo. Mijn ouders doen dat zelf al 60 jaar en ik doe dat nu al 40 jaar. Zo. Maar mijn moeder en mijn vader zijn er wel mee begonnen. Vroeger hadden wij echt meer een buurtwinkel. Zo, ja. Veel brood, veel hesp, veel kaas. Allemaal per 100 gram en zo nog afsnijden en zo. Maar dat is nu anders geworden wel, ja. Er waren nog niet zoveel studenten. Die nieuwe school die stonden hier nog niet toen. Ja, dat oude jongen, je blijft van hart jongen. Je blijft een beetje kwikker en zo. Hè. Je blijft altijd wel lachen en grapjes maken zoveel mogelijk. Vandaag is wel maandagmorgen. Dat kan misschien een beetje minder zijn, maar normaal is dat een dag vordert, dan gaat dat er wel grappiger aan toe eigenlijk. Nou, ja. We lassen. Je hebt nog een supermooie dag. De cake marcheert ook heel goed. We hebben verschillende cakes, chocoladecake, appelcake, kriekencake en zo verder. Citroencake hebben we ook wel, ja. En nog andere cakes. Nu verkopen wij meer belegde broodjes en frisdrankjes en zo. Ja, meer op studenten gericht eigenlijk. Het is altijd plezant van dat te kijken. Hè. Alleen maar kijken. Hè. Ja, dat is altijd gezellig. Sympathieke jongens zijn ook altijd welkom. Hè. Ja, dat wel. Ik mag hier niet klagen natuurlijk. Ik heb er al veel mooie gezien hier. Hè. Ook veel sympathieke jongens gezien. Het is wel gezellig natuurlijk. Hè, ja. Is goed? Ja, het is goed. Dank u wel. Ja, dank u. We zien je.